ya llevo un rato mirando. Hello! Hi guys! Ik ben hier met Jais. Jais is hier met mij en we gaan samen een video opnemen. Echt yes. Super leuk. We gaan een Get Ready With Us opnemen en we gaan deze look voor jullie maken. Creëren. Ja, ik vind het op zich, als je kijkt, het is best... We zijn een beetje, ik heb een wat donkerdere lip en zij heeft wat meer aan haar oog gedaan. Een glow natuurlijk. Always glowing. Ja, absoluut. Dus dat gaan we nu voor jullie doen. Ja. En blijf kijken. Yes. Maar ik ben echt wit. Ik ben stierwit, hè. Ik ga kijken. Hallo! Nee, grapje. Nee, ik ga beginnen met mijn ogen. Ja, maar ik begin nu ook met mijn ogen. Door jou. Dat is goed. Ja, serieus. We beginnen met de Meet Matte Adore palette. En ik ga gewoon een transition shape aanbrengen. Lekker door de leer. Ja, echt. Het komt echt door weer. Want het is echt, jullie zien het wel licht, maar hier buiten is het zo donker. Zo. En ik ga kapot, want ik ben voor een dagje rauw aan het eten en Chase niet. Dus wij eten gewoon gezond. Ik zeg het je heel eerlijk, alles voelt ook raar. Het is net alsof ik nu make-up opdoe terwijl ik aan het slapen ben. Oh, trouwens, ik moet echt mijn lippen even doen met die Dr. Pauwpauw. Ja. Nieuw binnen. Dit is Dr. Pauwpauw. En Dr. Pauwpauw is een soort balm. Dat kan je gebruiken voor je lippen, voor je gezicht, voor je haar ook. Wow. Als wenkbrauwgel, alles. En hier zit dus ook een heel klein kleurtje in, want dit is de... Dit is de Peach Pink Balm. En deze, daar zit ook een klein kleurtje in. Dus dat kan je ook als lipgloss gebruiken en als blush ook een beetje. Dus dat is wel heel nice. Dus dat gaan we allebei even... Vandaag doen. Op ons lippen aanbrengen. Lippen zijn droog. Het is echt een super chill spul voor op je lippen. Ja. Het voelt niet als een dikke vaseline, maar nee, gewoon precies. Heel... Het is echt een hele verzorgende. Ja. Heb jij een beetje glitz voor mij? Glitz? Die gouden. Echt, de nabla is echt my fave. Echt, ik spaar het de hele tijd. Mag ik hem nog gebruiken? Of ja, weet je wat het is? Ik heb altijd met elk merk, hoe gepigmenteerd mijn oogschaduw ook is. Ik spuit het altijd. Ik spray. Als het, tenminste niet als het mat is, maar wel als het metallic is, weet je wel. Metallic. Het geeft gewoon iets extra's. Wow, wow. Welke ga ik ook doen? Ik ga denk ik vandaag voor Rust. Rust. Oh, dat is ook mooi, ja. Wil je hem iets meer ingezoomd hebben, zodat je onze kopje? Ja. Blenden het uit. Neetje, dat is echt een perfecte kleur. Middelvinger doe ik altijd gewoon zo. Love it. En dat kun je gewoon met je vinger aanbrengen. Of met een natte kwast. Maar ik zou het niet met een droge kwast doen, want dan, omdat het dus een glitter is, zie je er dan niet zo heel veel van. Sexy. Dat is dus het fijne van. Geen foundation dragen. Ja, want dan zie je het zo weg tegen, ja. Ligt het aan mij, lijkt het me waarschijnlijk niet ziet. Op de camera. Ik gebruik de Meet Matte Nude en dat is wederom weer een andere dan deze. En hier zit een wat bruine kleur in die ik in Creed aangebreken. Ik gebruik trouwens de Sleek Eye Define in All Natural. En dan gebruik ik deze kleur hier om in mijn crease... En mijn outer corner te blenden voor meer schaduw. Yeah, nice! Oké, ik ga nu... Twijfel. Ik ga Rust opdoen van Nabla. Beetje koper kleur. Ik krijg een buis van mijn neus. Ik wil er bijna in Desire gaan. Oh, dat is naastig. Dat heb ik ook heel vaak. Weet je wat ik me wel altijd afvraag? Als jij in de winkel staat... Ja. Yeah. Wat vraagt klant het meest over jouw make-up? Welke lipkleur ik draag. Dat is echt... Zie je? Omdat alles haar staat. Ik denk met jouw oogschaduw. Ja, foundation. Als mensen donkerder zijn, omdat zij heeft echt altijd een perfecte match. Ik heb trouwens wel echt een perfecte nieuw voor mezelf gevonden. Wat dan? Dat is die nieuwe van de bal. Oh, die Reliable. Reliable, ja. Ik ben ook een mono gekomen morgen. Nee. Ja, jawel. Nee. Wel, kijk hoe mooi. Ginger heeft serieus een make-up verslaving. Nee, maar kijk. Echt zo. Kijk hoe mooi dit is. Ik ga hem gewoon even swatchen op mijn hand. Ja, echt. Kijk dan. Hoe mooi is dit? En Jais laat hem ook even zien op haar huidskleur. Heel mooi. Super mooi. Wat het dus is de camera viel even uit. Dus het kan zo dat het licht een beetje anders is of hoe het staat een beetje anders is. Maar we gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. Ik ga nu met wimpers opdoen. Maar je gaat geen eyeliner zetten, hè? Vandaag.
vandaag mee? Barry Ann, That's How I Roll Mascara. Ja, die is echt heel chill. Van Ginger Stain. Ik gebruik vaak vanuit om een beetje wat rood in mijn look te creëren. Dat vind ik echt wel mooi. Wat bij, oh, deze is echt heel goed, ja. Oké, en nu ga ik mijn wimpers opruimen. Ik gebruik nu weer een donker de wimpers, inmiddels om nog een klein beetje diepte te creëren. Ze maakt echt een show ervan. Nou, echt hoor. Ik ben vandaag een beetje simpel, maar ik ga wel hele mooie wimpers opdoen van Red Cherry. En dit zijn de Stevie's en dit zijn mijn favorieten. Ja, het zijn ook mijn favorieten. Ja. Dat, altijd als ik geblend of zoiets zeg. Denk je aan die film? Moet ik aan die film Blended denken? Ik weet niet waarom. Dat denk ik. Nee. Nu ben jij heel snel. Dan ga ik met de eyeliner stift van LA Girl een lijntje zetten. Als ik mijn wimpers opplak, trek ik altijd een rare. Ja, dat trek ik ook altijd. Dat doe ik ook altijd. Wie is nou echt jouw favoriete beauty vlogger? Daar ben ik echt over nadenken. Ik ben door jullie helemaal verslaafd geraakt aan Tati. Tati is leuk. Ja. Zij is echt, zij is heel eerlijk. Ja, klopt. Maar daarvoor was ik echt fan van. Ja, ik ken eigenlijk niemand. Ik keek iedereen wel. Ja? Ja. Ik keek wel naar Nikki, naar Desi. Echt een make-up room. Waar je een woord voor zou doen, Ginger in ieder geval wel. Sowieso. Jij, Pato? Ik denk dat Tati en Kane en Lights wel echt mijn favoriet zijn. Ik ga dezelfde aanbrengen, ook de That's How I Roll. En ik kom alweer aan bij foundation. Oh my god, je gaat zo snel. Normaal ben ik al ver voor haar. Oh, sorry. Nee. Maar ik ga nu de LA Girl gebruiken in bronze, want dat is mijn kleur. Ik ben niet gevuld op school. Ik vertrouw even alles goed door vertrouwen. Ik ga dezelfde wimpers aanbrengen als Chaïs, de Stevie. Ja, een beetje saai, maar dat was ik sowieso al van. Ja. Ik breng mijn foundation altijd aan. Ik breng mijn foundation altijd aan. Ik pomp het op mijn vinger en dan zet ik stipjes. Ja, dat doe ik ook altijd. Dat is gewoon makkelijk. Mijn Real Techniques Beauty Blender voor. Nee. Miracle Complexions. Daar gebruik ik mijn Real Techniques Miracle Complexions voor. Oh mijn god, oké. Even een update, alles flikkert bij mij. Oh. Echt heel mooi. Jij bent echt flawless, altijd. Nee. Jawel, ik vind jou echt een flawless man. Wat is jouw, heb je liever een donkere lip op jezelf of een mooie nude, zeg maar? Wat vind je mooier? Ik ben heel erg van de paars. Je hebt liquid lipstick met een paarse ondertonen. Ja. Maar ja, gewoon een mooie nude vind ik ook wel gewoon. Maar ik ga liever voor een iets donkere. Ja. Vanaf welke leeftijd begon je met make-up eigenlijk? Ik begon met make-up toen ik. Ja, toen ik 11 was. Dat was wel echt heel vroeg. Dat is wel, ja, dat is op zich dat, wel vroeg. Niet veel make-up dragen, maar gewoon dat mijn moeder zei van oké, je mag mijn concealer wel gebruiken. Ja. Zo. Gewoon voor de gein dat ik het naar school zou doen. Ja. En op mijn 13e begon ik het echt te dragen. Okay. Dat was echt in de tweede. Oké, ik had echt wel een groep 8 al eyeliner en mascara op. Maar dat was meer omdat ik deed echt heel... Ja, in groep 8 wel mascara. Heel dik eyeliner, ook heel mijn ogen. Echt? Ja, dat vond ik mooi te doen. Ja, ik weet niet waarom ik dat deed, maar dat vond ik heel mooi. Dikke wenkbrauwen was ook in de eerste. Klopt. Je moet ook de foto's zien. Maar goed. Wat? Als ik nu zeg, je mag één ding kiezen. Wat je gewoon voor de rest van je leven op mag hebben. Mijn wenkbrauwen. Maar ik vind het wel lastig, want aan de andere kant heb ik ook lipproduct. Want ik vind dat kleurtje gezicht heel erg, maar ik wil echt wenkbrauwen op. Ja, ik ook. Ik kan dus ook niet zonder wenkbrauwen ga ik dan echt niet te doen. Nee, ik ook niet. Ik gebruik trouwens de LA Girl Pro Concealer. Om mijn gezicht te concealeren, om te highlighten. In de kleur Fawn. Ja, en ik mix hem met de medium beige. Omdat de Fawn eigenlijk meer naar mijn eigen huidskleur is en de medium beige is echt meer om te highlighten. Dus die twee mix ik met elkaar voor de perfecte highlight. Ik vind het wel echt different zonder wing. Ja,
Want jij draagt bijna elke dag een wimp. Ik draag elke dag een wimp. Ik sluit het gewoon niet over. Dat doe ik gewoon niet. Doe ik niet! En de kleur die ik gebruik om te contouren is espresso. Nu ga ik eindelijk ook beginnen met mijn gezichtsmake-up. Nou, hier komt het hard geheimpje. Hoe Ginger altijd haar highlights zo flawless krijgt. Dat is nog steeds een raadsel. Bij haar zit het altijd zo mooi. Ik ga een combinatie maken van Fair en Nude Base van de LA Girl Foundation. Deze is net iets te donker, deze net iets te licht. Dus gecombineerd is het de beste. Oh, dat is echt een goede kleur. Deze combinatie. Onze Ginger is bruin geworden. Ik ben bruin geworden. Ik ben zo blij mee, want ik ben altijd best wel bleekjes. Nu heb ik tenminste een beetje kleur in het gezicht. Weet je wat ik altijd doe? Is ik pak altijd een beetje van deze met een concealer brush. Ja. En dan ga ik zo mijn wenkbrauw eerst een beetje uitkarven. Oh ja. Niet heel strak. Niet persoonlijk, maar gewoon dat heel boeiend. Maar dat het netjes, in ieder geval netjes, dat al in ieder geval geblend is. Ik doe ook altijd van deze met mijn lippen. Heb je dat ook? Nu niet, maar meestal doe ik het wel. Ja. Ik weet niet waarom ik het vandaag niet heb. Ik vind het echt een mooie, ja, het klinkt wel schoon, maar een goede basis voor je lipstick. Voor je lipstick, ja. Het is net als dat, dat jij voor je oogschaduw de basis een concealer gebruikt. Ja, om mijn concealer te zetten ga ik de W7 Banana Powder gebruiken. Ik ga de... Om goed mee om te gaan. Ik ga de Light Yellow Corrector gebruiken van LA Girl. En dan nou word ik gek. Je been. Ik gebruik de Milani Powder, de Prep Set and Glow onder mijn ogen af te poeden en ook op de rest van mijn gezicht. Bij de allerkwasten zijn van Crown, by the way. Ja. Ik gebruik ook wel een paar van Real Techniques soms hoor, maar ik vind van Crown gewoon ietsje fijner om te werken. Om mijn hele gezicht te zetten gebruik ik de Milani Prep Powder. En die zijn nu bij ons in de winkel in de sale. Ja, hè? Dat is nice. Dat is deze. Ik gebruik de Shady Slim Eye Pencil van LA Girl in de Curve Net. Het is iets te donker voor mij, maar daardoor kan ik juist een beetje diepte creëren. Dan neem je ook altijd een klein stukje van je nek mee. Oh ja, dat doe ik wel. Ja. Kijk, wat het ook is, ook al is het je eigen kleur meestal, het is bijna nooit helemaal perfect. Of het is net iets te donker, of de ondertoon is iets anders. Ja. Dus dan kun je beter een klein beetje in je nek blenden, zodat het gewoon beter overloopt. Om te contouren, wat voor mij het beste goed qua contour is. Want als je een donkere huid hebt, worden contourkleuren vaak te bronzeren. Ja, dat is het wel, ja. Dus de meest grauwe kleur die er is, is de LA Pro Contour Powder in Medium Deep. Ik gebruik Ludwig. Nog een keertje onder mijn ogen. Wow! Eigenlijk hou van make-up, maar omdat ik lenzen draag, is af en toe een struggle. Vooral als er iets in je ogen komt. Ja, maar dat begrijp ik. Heel collegiaal van je dat. Dezelfde als je iets, maar dan de donkerste van je ogen, denk je van niet. Dit is de donkerste. En dan niet qua kleur, maar qua nummer. En dit is highlight en contour. En die heeft dus een beetje glans erin. Dit is echt de laatste kleur. Ja. En die glans zorgt echt een beetje voor een glow op je gezicht. Ik wil met highlighter wachten op jou. Oké, dat is goed. Dan gaan we tegelijk. Dan gaan we tegelijk. Voor onder mijn ogen ga ik gewoon weer van de Sleek Eye Define Palette. All Natural. Deze kleur weer gebruiken. Oh, ik krijg weer die schok. Ik krijg de hele tijd schokken door mijn been. Ik ga maar Milani Strobe Light in Sun Glow aanbrengen. Dat is echt een hele mooie gouden kleur. Die is echt heel mooi. Is dat niet een mooie kleur? Ik denk misschien iets te licht. Ik ga mijn nabla in Jasmine nemen van de Shade & Glow collectie. En die gaan we lekker mengen. Oh, combineren! Met de Sleek Cleopatra Kiss. Oh shit, we zijn tegelijk. Shit. You fucker! Oh mijn god, ik heb al begonnen. Deze. Boom. Spray. Ik heb één keer mijn zus opgemaakt, dat had ik gespreid en toen wilde ik bijna toen ik geslagen met het plat. Echt. Set, set, set. Lekker. Ik ga wel voor trustworthy, omdat het natuurlijk mee een donker is. Een donker, ja. En
deze zijn de beste liquids ever made. Gewoon. Ja, ja, ook zijn, ja, ze zijn wel echt heel goed. Ik heb nog nooit een merk gehad. Ze ruiken deze heerlijk. Ja, ze tintelen op je lip. Ja. Want ze hebben mint erin. Ja. En ze zijn zo glad op je lip. Geen creasing, niks. En ik ga er een kernel op doen van Nabla. Is ook een hele mooie. Echt ook heel fijn. Zo, dat was de video. Super bedankt voor het kijken. Yes. Het was echt heel leuk om met jou hier lekker een Camp Ready With Us op te nemen. Dat was echt ik ook. Super leuk. Yes. Het is heel gezellig. En doe een duimpje omhoog en abonneer hieronder. En super bedankt voor het kijken. Yes, dankjewel. Doei. Doei.